Goedemiddag en welkom bij deze speciale uitzending omtrent het Eduard Flipse Concours 1990. De derde editie alweer van dit concours voor jonge pianisten. Het Eduard Flipse Concours wil jonge muzici in de gelegenheid stellen om podiumervaring op te doen en daarnaast de mogelijkheid bieden om met een orkest op te treden. Eduard Flipse, naar wie dit concours genoemd is, is onverbrekelijk verbonden met het Rotterdamse muziekleven. Hij was een stuwende kracht achter het orkest aan wie hij als dirigent leiding gaf. En de jeugd stond bij hem centraal. Velen gaf hij de kans om op te treden bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. De Eduard Flipse Stichting heeft dit doel overgenomen en organiseert daarom elke 2 jaar het concours. Na een voorronde, een eerste ronde en een halve finale gaat u straks kijken naar de finale zoals die gisteren werd opgenomen in de Doelen. Een finale met 3 pianisten... die ter ondersteuning van hun verdere studie een prijzengeld kunnen verdelen van totaal 45.000 gulden. De registratie van de finale wordt voorafgegaan door een optreden van de winnaars van de Frank Martin-prijs en de Nederlandse prijs.
Thank you.
Thank you.
Thank you.